Stemmen, dat mocht ook in Harderwijk. HK13TV was de gast in een van de stembureaus. Na afloop van de stemming worden de stemmen geteld. Zoals u weet, werden bij deze verkiezingen geen gebruik gemaakt van computers. Dat betekent dat de telling gedaan wordt door mensen. Bij zo'n telling zijn er ook veel mensen nodig, zoals u ziet. Een telling is gebonden aan vastgestelde procedures. Voordat iedereen mocht gaan tellen, zijn de procedures eerst met elkaar doorgesproken. Het is mooi om te zien hoe iedereen met elkaar samenwerkt. Het lijkt wel een geoliede machine. Zo'n telling begint met het tellen van alle stembiljetten. Hiermee wordt vastgesteld hoeveel stemmen er uitgebracht zijn bij het stembureau. Tijdens deze vaststelling wordt onderscheid gemaakt tussen de stempas, de kiespas en de volmacht. Diverse keren wordt het aantal stempassen gecontroleerd. Wanneer het aantal stempassen definitief is vastgesteld, worden deze opgeborgen in de verzegelde envelop. Eindelijk, het is tijd om de stembussen met biljetten te openen. Bij dit stembureau in de Kiekmuren waren 4 stembussen. De groep werd verdeeld in 2 groepen. Iedere groep werd verantwoordelijk voor 2 stembussen. Geen beginnen aan, hoor ik u denken. Iedere groep had zijn eigen manier. Snel nog even wat afspraken maken. Wie doet wat? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie vouwt de stembiljetten uit? En wie legt ze op de plaats? Tijdens het uitvouwen van de stembiljetten en het goed neerleggen worden de stemmen nog niet geteld. Het tellen van de stemmen is voor latere zorg. Met veel zorgvuldigheid werd het ene biljet na het andere biljet uitgevouwen. Een heel karwei om die 4 stembussen leeg te maken. Gelukkig maar dat dit stembureau over zoveel tellers kon beschikken. Na het goed leggen van alle stembiljetten werd het tijd om A4'tjes op de grond te leggen waar alle lijsten op vermeld stonden. Iedere partij waarop gestemd kon worden, heeft namelijk zijn eigen lijstnummer. Naast de A4'tjes met lijstnummers lagen ook nog 2 andere A4'tjes. Een A4'tje met het woord blanco en een A4'tje met het woord ongeldig. Ik hoop dat u nu een klein beetje weet hoe het gaat tijdens het tellen van alle stemmen op een stembureau. Ik bedank de tellers voor de gastvrijheid en ik bedank u voor het kijken.